Waarom sta ik hier? Omdat ik gewoon pissnijdig ben van de regering. Ze maken er teringzooi van. En, ja, dat zeker. Ik heb het, de bezuinigingen die heb ik vorige week al gevoeld. En mijn buurtcentrum bij mij om de hoek, die staat al 45 jaar daar. Ze hebben binnen 2 maanden hebben ze besloten, iedereen de deur uit, ontslagen, dicht de deur. Na 45 jaar. Binnen 2 maanden is dat besloten. Nee, ik stond echt helemaal perplex van, hè? Er zijn hier zoveel activiteiten en mensen kunnen hun eigen dak kwijt. En je gaat zomaar dichtgooien, waar moeten die mensen dan naartoe? Ja. Dat is maar één van de dingen dat ik hier sta. Er zijn nog veel meerdere dingen. Heb jij je baan opgegeven? Heb je vrijgenomen? Of ben je ziek? Nee. Ik heb een vaste baan en ik ben in de ziektewet ben ik beland. Ongelukje gehad, misschien kan je dat zien. Het is redelijk. Ja. En ik heb geprobeerd mijn eigen weer op de been te krijgen. Dat was in het begin heel moeilijk. Veel last van hoofdpijn en draaierigheid. Ja, en, maar naarmate ik hier vaker kwam, kon ik meer mezelf omhoog beuren eigenlijk. Ja. En veel met elkaar praten en de discussie aangaan van jongens, kom maar praten met me. Hoe denk je erover dat de regering hoe de regering ben je doet? Alleen naartoe gestapt in eerste instantie? Ik ben in principe in het begin alleen hierop gestapt. En in het begin was het voor mij heel erg wennen van wat kan ik hier doen, wat moet ik hier doen. Ja. Was het ook nieuw voor jou? Het was nieuw. Ja. Maar ik had wel het hele gebeuren op Holsie dat ik gevolgd. Het gebeuren wat ontstaan is in Tunesië, Egypte, Syrië. Nee. Toen kwam het uiteindelijk hier en na een week hoorde ik van hey, Occupy staat in Amsterdam. Ik zei, nu ga ik er naartoe. Ja. Want ik ben het er ook niet mee eens. En waar kom je zelf vandaan? Ik kom zelf uit Amsterdam-Noord. Okay. Dus een kwartiertje rijden. Ja, een soort wel. En was je knippen, feunen, scheren? Waar doen jullie dat dan? Was je knippen, feunen, scheren? Was je knippen, scheren doe ik thuis. Nee, maar jullie gaan... Nee, maar slaap je hier niet? Nee, ik slaap hier niet. Oké. Okay. De meeste niet, het feit is dat ik thuis ook een vrouw zit en die wil s'avonds ook gezelligheid op de bank in hun bed. Dus neem je er nou een keertje mee? Ja, precies. Hebben we toch al een keertje overlegd dat als ze dan hier komt, dat we er best een beetje die gezelligheid ja, een hele dikke knuffel geven, maar ze is weer aan het werk. Dus je bent overdag hier en s'avonds thuis en ga je s'avonds weer naartoe? Kom ik hier weer naartoe. Ik ben er net even 3 dagen uit geweest om mezelf te uploaden eigenlijk. Ja. Ik was even... Gek in je bol? Te gek in mijn bol, ja. Ik stond hier te lang even. Ietsjes, nou ben ik weer terug en ben er weer opgeladen eigenlijk. En gezellig dat we het vinden. Ja. Hij regelt alles en nog wat voor wat je nodig hebt. Geweldig. Er is vandaag een demonstratie die is georganiseerd vanuit, niet vanuit hier, maar ergens anders vanuit de vertwitting van Amsterdam. We hebben doorgegaan. Daar hebben we wat spandoeken geregeld waar we heel blij mee zijn. Hele mooie spandoeken. Oké. Kunstwerken zijn dat. Is dat een soort planning gemaakt of is dat niet bekend? Ja. Hoe lang wilt u dat blijven? Ja, je mag mij hele leven lang hier staan. Ik heb geen last van, joh. Dan gaan wij vast bouwen. Nou, oké. Ik ben nog veel... Je ziet op tv, maar het is wel leuk om... Zelfs in Haarlem heb je ook een kamp. Nou, hier komt het beter over dan dat je het op televisie op een andere manier krijgt. Ja. Nou, dat is ook wel zo.